De geest moet uit de fles voor de laatste drie competitiewedstrijden. Vandaar dat ik de goeroe van de fles opzoek. Zou jij voor die laatste drie wedstrijden de geest uit de fles willen halen? Dat gaan we doen. En dan gaat het goed komen. Je bent nog steeds positief, hè? Ik ben positief. Ik zie Roda geen drie wedstrijden winnen. Ik zie ze hooguit één keer gelijk spelen. En dan blijven ze onder ons. Trek maar eens flink aan onze geest. Hier is die. Het is er staat iets op. Geef nooit op. Dat is ook een motto wat jij hebt, denk ik. Wij zijn een familiebedrijf. We bestaan 85 jaar. De band met NEC is eigenlijk ook al heel lang. Als je kijkt, is eigenlijk tweeledig. Zowel sportief als zakelijk. Sportief, dan moet ik eigenlijk teruggaan naar... 1927, 1928. 1928. Kampioen van de tweede klasse Oost. Ja, mijn opa voetbalde met zijn broer toen in dat elftal. Mijn andere opa die startte in 1929 zijn drankenhandel. En in 1952 maakte hij voor het eerst een commerciële deal met NEC. Later ben ik met mijn vader, ik denk 20 jaar, op de Haaskamp geweest. Totdat Henk van der Water de businessclub oprichtte, de OSRN. En toen kwamen we eigenlijk op de hoofdtribune terecht. In al die jaren hebben we inderdaad heel veel gedaan. Van man of the match, bedenk het maar, we hebben een tijd op de rug gestaan als sponsor een aantal wedstrijden. NEC, daar word je mee geboren en dan ga je mee dood, zeg ik wel eens. Ik kan het ook niet zo goed begrijpen dat een supporter heel kwaad wordt op NEC als het nou heel slecht gaat. Ik heb twee goede herinneringen Europees. Dus de eerste met Johan Neeskens naar Krakau. De hele sfeer rondom die wedstrijd en op het plein met Hans van Delft op zo'n kar en iedereen erachteraan, ja, dat was prachtig. Daarna met de spelers teruggevlogen. Je bent meer gevlogen met spelers, want je bent naar Moskou ook gevlogen. Zat je naast El Aksouy in het vliegtuig? Dat klopt. En dat is eigenlijk wel de mooiste herinnering die ik heb. Die wedstrijd specifiek. Maar eigenlijk de hele tour in Boekarest. De 0-0 vasthouden, waardoor we geplaatst waren voor de pool. En dan de wedstrijden die daarna kwamen. Zagreb, die verloren we helaas met 3-2. Toen Tottenham Hotspur thuis, die verloren met 1-0. Het leken wel allemaal mannen van 2 meter. En toen dacht ik, ja, het is over. Dus we gingen naar Moskou. Gareth Bale speelde bij Tottenham toen. Ja, het was een geweldig elftal. En wij gingen toen naar Moskou en wij dachten van, ja jongens, daar kunnen we nooit meer iets halen. Ja, dan ontstaat er een wonder van NEC. Oh, naar de goal van Beukering. En dan krijgt NEC waar het gewoon recht op heeft, omdat het de hele tijd in ieder geval probeert aan te vallen. We winnen met 2-1. Ja, we waren met een paar honderd NEC'ers die ontploften. Dit is natuurlijk ook heel speciaal. Peter Wisscherhof. Ja, Peter Wisscherhof heeft bijna 10 jaar bij NEC gevoetbald. En voor mij was dat Mr. NEC. Ik ben vaak met hem op trainingskamp geweest met de NEC. En veel gesprekken met hem gevoerd. Ja, in zijn hart wilde hij eigenlijk helemaal niet weg bij NEC. Ja, mooi schot zeg. Wow, wat een schitterende goal van Wisscherhof. Wat een schitterende knal van Peter Wisscherhof. Ja, hij stond zijn mannetje altijd wel, Peter. Ja, dat hoort bij NEC. Dat hoort bij NEC en dat komt ook weer terug. Maar regen komt zonneschijn en NEC komt er weer bovenop. Ik ben benieuwd hoe ver je komt met die artrose enkel van jou. Gaat het wel doen. Beurt 2. Helaas tellen deze niet. Want die komen terug van de fuste. Helaas. Bedankt dat je het geprobeerd hebt. Het is niet anders. Nee. Mijn opa deed beter. Volgens jou gaat NEC nooit op de fles? Nou, nooit kun je natuurlijk nooit zeggen. Maar mijn gevoel is zo, een club van meer dan 100 jaar. En de achterban die wij hebben, kan die club niet kapot gaan. Ook als we... Ik mag het eigenlijk niet uitspreken, maar zouden degraderen, dan is NEC zo sterk genoeg dat we denk ik binnen een jaar terug kunnen komen. We kunnen de begroting nog redelijk op orde houden. Je bent ook zo betrokken dat je laatst nog een bijeenkomst hebt georganiseerd voor de wedstrijd tegen Heracles, om alle koppen bij elkaar te steken. Ja, ik vond het belangrijk dat de supportersgroepen, Forza, Trouwe Honden, De Bloedkuul, Novio Margum, noem ze allemaal op, dat die een keer kennis maakten met de investeerders. Je hoorde te veel, de investeerders grijpen de macht. Nou, ik wilde daar gewoon op die avond duidelijk maken dat wij faciliteren en dat het beleid uiteindelijk gemaakt wordt door de directie, Raad van Commissarissen. En dat wij gewoon proberen NEC te helpen. Wij zijn in ons hart ook gewoon supporter en proberen die club te helpen naar een hoger platform door de middelen die wij beschikbaar kunnen stellen. Bedankt voor het kijken en hou goede moed. Volgende week verander ik weer van koers. Dan ga ik richting
Lent naar het NEC-talent dat in 2011 als aanvoerder Oranje onder 17 jaar naar de Europese titel leidde.